Ja, Paul de Munnik. Zangers die dromen van een vol Ahoy optreden in de Heineken Music Hall bijvoorbeeld. Maar jij mag zo optreden op de Coolsingel. Omschrijf dat eens. Dat is de grootste droom die je kan hebben. Een volle Coolsingel. En dan met dit feest, dat is echt geweldig. Super. Hoe heb jij die afgelopen uren allemaal beleefd? Nou ja, gisteren in de Kuip natuurlijk. En het was verschrikkelijk spannend. Maar ja, vanaf de eerste minuut was het klaar. Dus het was eigenlijk vanaf dat moment gewoon één groot feest. Dat was ook lekker. Dat we niet de hele wedstrijd zo ontzettend gespannen zaten. Dat het gewoon feest werd. Dus daardoor was ook de stemming heel erg goed overal in de stad. En bij de Kuip en nu weer hier. Dus dat is helemaal te gek. Had jij dat gevoel direct na die 1-0, het is klaar? Want we spraken veel supporters en die zeiden ook wel, het blijft Feyenoord. Ja, maar goed, we waren toen zo goed. En toen kwam de 2-0 ook vrij snel. Maar toen gingen we iets terugzakken. Dus toen was ik wel een beetje bang. Dat ik, oh god, als ze maar niet Heracles in de wedstrijd krijgen. Maar dat kwam uiteindelijk hartstikke goed. Ja, na 18 jaar. Ja, mocht Feyenoord dat die schaal weer omhoog houden. Een hoop supporters die spreken over bevrijding. Hoe is dat voor jou? Ja, bevrijding. En het begin naar een nieuw pad natuurlijk. Volgend jaar gewoon weer. En het jaar erop weer. Gewoon een nieuw het pad omhoog. En gaan. Ja. Nou, heb jij laatst in samenwerking met Feyenoord en Opel een single uitgebracht. Een nieuw Feyenoord lied. En dan mag je dan hier staan. Geloof je in toeval? Nee. Ik geloof niet in toeval. Wat dat betreft. Opel wilde dat heel graag, dat ik dat maakte voor de supporters. En op dat moment stond Feyenoord er natuurlijk goed voor. Dus het was wel dat we dachten, oh ja, het zou gebeuren dat we ook nog op de Coolsingel kunnen doen. En dat mag nu, dus het is gewoon te gek. Wat proef jij bij al die mensen om je heen? Ja, grote bevrijding, geluk. Mensen zijn zo verschrikkelijk blij. Maar ook mensen, ik woon zelf in Noord-Holland, maar ook mensen daar zijn allemaal zo blij voor mij, weet je wel. Ik word overal gefeliciteerd, mensen slaan me op de schouders. Iedereen vindt het te gek, dus dat is echt heel gaaf. En wat is de gemiddelde boodschap die je dan krijgt? De grap is natuurlijk, nou mag je weer 18 jaar wachten. Maar ik denk dat wij vanaf nu weer gewoon de weg omhoog gevonden hebben. Dus, Dit moet naar meer smaken, hè? Na de bekerfinale stonden we hier. Kampioenschap sta je nu, dit moet naar meer smaken. Ja, nou ja, goed. Dan is de Champions League nu in. De Champions League in, ja, we gaan de Champions League in. En dan moeten we maar eens kijken hoe het gaat. Ik hoop dat de ploeg zoveel mogelijk bij elkaar blijft en dat we gewoon volgend jaar weer zo'n feest kunnen vieren. Heb jij nog een voorkeur voor de Champions League? Nee, dat lijkt me gewoon sowieso te gek. Hey, geniet van je optreden, heel veel plezier. Dat lukt, dankjewel.